hier. Oei, wat gebeurt hier? Krampen. Of wat is dat hier? Of problemen? Dit is vreemd. Bertagnoli die wegrijdt in de afdaling. Armstrong volgt op 3.32. Sergio Pauwels schudt van nee, hij moet toch niet wachten in deze fase op deze manier. Dit zou toch niet kunnen, hè? Dat kan ik me niet voorstellen. Dat hij nu zomaar een ritzegen moet laten gaan. Nou, ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet echt bijzonder niet vreemd. Wat er gebeurt. Heel, heel vreemd wat hier gebeurt. Maar hij is nog niet weg hoor, Bertagnoli. Nee, maar... Merkwaardig. Ik zag hem toch in ieder geval overleggen. En nee, van ineenschudden ook. Ja. Wat zijn ze van plan bij Cervelo? Ze gaan hem laten wachten. Maar dat kan toch niet? Ja, ze gaan hem laten meewerken straks op dat vlakke gedeelte. Ja, oké. Okay, en de ritzegen, hup, footsie. Blijkbaar wel. Een ritzegen, een kans op een ritzegen van 1 op 2. Bertagnoli die kijkt en die niet weet wat er gebeurt. Jongens, toch. Nu echt doorgaat. Alsof... Hij moet wachten, het wordt bevestigd. Jean-Paul van Poppel is de man die de beslissing heeft genomen bij Cervelo. Ik moet eerlijk zeggen, Van Poppel, ik versta hem niet goed. Hij heeft ons al trucken laten zien van mijn Hausler in Waregem ook. Maar merci Jean-Paul, je bent de slimste. Had de eerste Belgische ritzegen kunnen zijn sinds 2006. Maar het is nog niet gedaan, hè, want Pauwels die is het er niet mee eens en die gaat terugkeren. Ja, voorlopig wel. Ja. Misschien heeft hij geluisterd van Poppel. Allee Serge, kom. Hij is nog altijd aan het discussiëren, Pauwels. Kan het niet geloven. Het lijkt me echt niet mogelijk ook. Hè. We zitten in de afdaling. Hij kan hier toch niet wachten. Per kei. Wat hij kan doen natuurlijk is van zijn fiets stappen, even staan wachten, plasje maken. Laat het uit, Renaat. Ja, maar ja, doe. Laat het uit. Het is absurd. 10 keren van Poppel, zeg. Laat het uit, jongens. Zou dat eens tegen Jean-Paul van Poppel moeten gezegd hebben in de tijd dat hij wielrenner was. Sergio Pauwels, nog nooit de profkoers gewonnen, kan hier Bertagnoli kloppen. Waarom niet? En hier dan de discussie. Het is de tweede ploegleider, zo lijkt het. In elk geval, dit is niet Jean-Paul van Poppel. Nee, dat is een Zwitser die daarbij zit. Allee jongens, dat kun je toch niet maken? Ongelooflijk wat hier gebeurt. En ik hoop dat Bertagnoli voorop blijft om het ongelijk van, of om het ongelijk van Van Poppel te bewijzen. Nou, je wordt er zo waar emotioneel van, hè, als ex-ploegleider. Ja, absoluut. Ik moet toegeven, ik ben ook even van slag. Enners. Je kan het toch eens uitleggen wat er gebeurd is. Want we kan toch eens uitleggen wat er gebeurd is. De mensen zitten te kijken in Nederland en in België. Ik verbind je afgedoen met een aardschop. We hebben nu telefonisch contact met de volgauto van Cervelo. Jean-Paul van Poppel, goedemiddag. Wat heb jij beslist in verband met Serge Pauwels nu? Carlos heeft gevraagd of hij bovenop de klim wilde wachten op, omdat het gat met Basso daar was. En daar hebben wij gewoon dan de eerste auto de opdracht gegeven om op te wachten bovenop de top. Ja, maar jullie laten hier de kans op een ritzegen liggen. Bertagnoli is een goede renner, maar Pauwels is ook een steengoede renner, een jong opkomend talent. En Bertagnoli rijdt een beetje als met oogkleppen op. Het had zomaar een ritzegen kunnen opleveren voor Serge Pauwels. Ik ben er zeker van. Je bent er zeker van dat het de ritzegen zou opgeleverd hebben? Dat zou zeker. Maar ja, de klassement staat voor en zoals ik zeg, Sastre wilde dat hij wachtte bovenop. Het is een beslissing van Sastre dus. En Carlos moest zelf achtervolgen, vandaar dat hij wilde dat Serge zou wachten van boven. Ja. We hebben meerdere keer overleg met hem, de situatie neergegeven. Hij wilde graag dat hij zeker dat Serge zou wachten. Ja, maar Serge was het er in eerste instantie duidelijk niet mee eens. Kan je dat begrijpen? Jonge renner, kans op een ritzegen in een grote ronde? Ja, natuurlijk. En als je nu ziet hoe de wedstrijd geëvolueerd is, dan krijgt u toch ongelijk. Want ja, nu is er eigenlijk tussen de klassementsmannen geen verschil meer op dit moment. Sastre zit in de buurt van Basso, van Di Luca, van Menchoff, Leipheimer. Ja, dat is helemaal correct. Maar het is het klassement waar we voor rijden hier en we hebben Serge vooruitgestuurd om die pistool wat te kunnen betekenen. Pech heeft hij dat Vladimir Gustav gevallen is. Ja. Vandaar dat Carlos niemand bij hem had. Hij zit hier helemaal alleen. Ja. En dat heeft niet meegespeeld in het voordeel voor Serge. Ja, ik hoor uw uitleg, maar begrijpt u dat dit in België zal uitgelegd worden als een blunder? Nou, op dat moment niet. Er bovenop had hij gewacht, dan was hij in achtervolging gegaan op die, uh, op
die groep met Bazo en had hij het gat dichtgemaakt. Dat was eigenlijk de opzet van het spel. Ik had het nu dikker eens 100 tegen. Ja. Dus dat is, daarmee kan ik daar niet aan toevoegen. Wij zitten achter de tweede groep, we hebben niet contact met de eerste groep. En we hebben moeten beslissen op het moment dat het gat daar was met Bazo. Ja, maar u ziet toch ook beelden van de wedstrijd, neem ik aan? Nee, ik heb helaas geen televisie nodig. Ja. Ik heb wel een televisie, maar niet werkt hier niet. Ja, dus Sastre heeft beslist en u hebt Serge dan opdracht gegeven te stoppen? Ja, we hebben de opdracht gekregen hier om Carlos naar een podiumplek te brengen en dan moest alles verwijken. Dus dat hebben we ook vandaag gedaan. Oké, dat is duidelijke taal. Bedankt voor je uitleg, Jean-Paul van Poppel. Ja, wel. Mij kan het niet overtuigen. Het mag 10 keer Van Poppel zijn, het mag 10 keer Sastre zijn. Mij kan ze niet overtuigen. Ze waren aan het terugkomen, ze vielen stil. Wie Passo, wel? Passo en wij die dan voor Sastre een supportersclub opgericht hebben in België. Pinotti. Fouls, ja. Handen van het stuur. In wat is er nu gebeurd? Hè? Wat is er nu gebeurd? Nu rijdt hij hier mee. Nu heeft hij zich laten afzakken voor een eerste plaats. Nu gaat hij meerijden voor een tweede plaats. Dat snap ik dus ook niet meer. Hè? Men heeft dus achteraan in de volgwagen gezien dat het mis was. Dat het eigenlijk niet nodig was. Ja, maar gewoon dat Sastre, het simpele dat Sastre feit... bij, dat Sastre bij Di Luca of bij Basso en Garzelli gekomen zijn en gezegd, ja, nu hoeft het niet meer. Ja, dan is het kalf vertrokken. Hè? Verdronken natuurlijk. Bertagnoli blijft als laatste over uit de vroege vlucht met 16. Hij is een mooie en verdiende winnaar, moeten we zeggen. Maar het had zo anders kunnen zijn. 1 Bertagnoli. Voor de tweede plaats, voor de meest ondankbare plaats. Marzano en Paulus die op kop gaan. En Paulus die natuurlijk verdorie nog altijd sterk is. Paulus die gewoon tweede wordt. Jawel, Jutok. Een schertsvertoning van Cervelo. Belachelijk. Andere woorden kan je niet in de mond nemen.